Er was eens een klant aan de telefoon die aangaf dat zijn verlichting niet goed werkte. Of ik kon zeggen hoe hij dit moest oplossen. Op afstand is dat nogal een uitdaging. Ik kan niet inschatten hoe handig men is. Alhoewel, wanneer je iemand gaat bellen om te vragen hoe je verlichting aansluit. In deze video leg ik uit wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor het onderhoud qua verlichting. En dit is de derde video in de serie van 5. Hoe je het doet? Blijf kijken en word de vakman die jij wilt zijn. Patrick Strijk, de online specialist in onderdelen voor aanhangwagens en boottrailers. Vind je video's over onderhoud en onderdelen van aanhangers en boottrailers nog interessant? Abonneer dan even op het kanaal en dat kan hier beneden. Tik het belletje aan voor een melding bij een nieuwe upload. En dat doe ik elke dinsdag. En een duimpje omhoog, vind ik leuk. Niet werkende verlichting is ergernis nummer 1. Het is voor jezelf belangrijk, maar ook voor andere weggebruikers. Want wanneer de verlichting niet werkt, kan het grote gevaren opleveren. En niets ergerlijker dan een richtingaanwijzer die het niet doet. Of knipperende lampen die niet horen te knipperen. Ook voor de verlichting geldt, maak uzelf vertrouwd met onderhoud. Want anders leeft u bij de gratie van de vaak dure reparatie. Wanneer je regelmatig de boel even langsloopt, dan kan je dat een hoop gedoe besparen. En behalve allerlei therapeuten en coaches hebben de meeste mensen een hekel aan gedoe. Dat brengt me meteen bij de vraag van deze week. En die luidt, hoe vaak controleer jij je verlichting? A. Elke rit. B. Als ik eraan denk. En C. Nooit. Laat het me weten in de reacties. Je helpt me hiermee om beter gezien te worden en ook jouw antwoord helpt anderen weer. Deze video gaat niet zozeer over het aansluiten van verlichting, want daar heb ik al een e-book over gemaakt. De link daarvoor zie je hier in het scherm en die staat ook in de beschrijving. Dat e-book dat is al meer dan 2000 keer gedownload, dus is zeker de moeite waard. Voor het controleren van de verlichting beginnen we bij het begin. De stekker. Is die intact? Dan loop je de kabel langs en kijk je of je breuken of schade ziet. Dan loop je de aansluitingen langs door gewoon de kabel te volgen. Is alles nog goed waterdicht? Ondertussen kijk je alvast naar de glazen en reflectoren. Zijn die nog heel? Geen lek of groene aanslag ertussen? Wanneer je de verlichting inschakelt, kijk je of alles brandt. Alarmlichten aan en de verlichting aan. Of even op contact zetten en de richtingaanwijzer. Om en om controleren. De remlichten in je eentje controleren kan lastig zijn, omdat je niet de rem kunt intrappen en de achterkant van de aanhanger kan zien. Wanneer je de aanhanger dan voor een garagedeur of iets dergelijks zet, kan je het vaak wel zien, door de spiegeling. Je kan er ook een houten plaat of een karton tegen zetten. Wanneer er iemand in de buurt is, kan je die gewoon even vragen. Wanneer de verlichting niet in orde is, dan is het zaak dat je een en ander rustig beredeneert. Wat brandt er wel of niet? Alles door elkaar? Dan is 9 van de 10 keer de massa een probleem. Wat ook nog kan, is een lampje stuk, het voetje verroest, een draadje los of een contactje van het lampje geoxideerd. Dat zijn die kleine puntjes onderaan het lampje die de stroom door moet geven. Om uit te sluiten of het niet aan de auto ligt, kan je die ook nog even omwisselen voor een andere. Of bijvoorbeeld de fietsendrager achter je eigen auto doen. Door die, ik noem dat altijd de kruisbestuiving, sluit je gewoon bepaalde zaken uit. En met een aansluitschema kan je de kleuren van de bedrading controleren. Soms komt het voor dat er andere kleuren gebruikt zijn op de verlichtingsunits. En dan is het zaak om dat even terug te beredeneren en dus om te nummeren. Je kijkt dan welke kleur op welke functie zit. Hoe doe je dat? Lampglaasje eraf, verlichting aan, richting aan en opschrijven welke kleur aan welke functie is aangesloten. En zo maak je eenvoudig een lijstje. Want het papieren aansluitschema is soms echt anders dan de praktijk. Wanneer er andere kabelkleuren gebruikt zijn. Bij het 13-polige systeem is het niet veel ingewikkelder dan de 7-polige. Het enige is dat er bij de 13-polige een paar extra functies zijn. En die zijn heel vaak bij aanhangers niet eens aangesloten. Omdat de extra functies, zoals binnenverlichting en laadstroom voor een accu, niet gebruikt worden op een aanhanger. Nog een praktische tip. Maak voordat je de boel loshaalt even foto's van hoe het zit. Dat kan je een hoop verwarring schelen. Bijvoorbeeld van de stekker of van de kabeldoos. Ons aansluitschema vind je via deze link.
En ook de link staat in de beschrijving. En wil je nou leren hoe je een stekker aansluit? Bekijk dan even de video die je in dit scherm ziet. Daarin laat ik zien hoe je stap voor stap de juiste kleuren aansluit. Geef deze video ook nog even een duimpje omhoog. Vergeet niet om te abonneren en dan zie ik je graag in die volgende aflevering. Mooi!